Sleekie op reis. Dit eiland, São Vicente, is vrij... Jezus, wat heb ik? Onderweg. Nee. Eén keer. Nou, laat maar. Nee, dat vind ik helemaal niks. Ik sta nog steeds hier. Iets minder fronsen. Is het lukt. Buik in. Borst vooruit. Ik moet echt lachen op mezelf. En toen was ik mijn tekst kwijt. Tadaa! Ook ik heb menigvuldig wat uitgegeven. Vandaag is de belangrijkste dag van het carnaval. Je ziet het, de straten zijn nog helemaal vol. Hi guys, how are you? Ook hij heeft er zin in, want vandaag wordt bepaald wie zich de winnaar van 2018 mag noemen. De carnavalsgroepen komen voorbij van Mindelo en zullen zich van hun beste kant moeten laten zien. Ja, en hij ook, hè? Maar deze is echt. Achter mij zie je nog een brandweerauto. Na een prachtige route ben ik aangekomen op een van de witte zandstranden. Kitesurfers en zonaanbidders kunnen zich hier prima vermaken. Maar ik ga een lekker drankje drinken. Proost. Dat was echt heel slecht. Miljoenen jaren geleden is dit eiland al ontstaan en dat komt door vulkanisch magma. Het was toen bergachtig, maar door de weersinvloeden is het al jarenlang vlak. Het is net zoals deze presentatie. De koffie hier is bijzonder te noemen en dat komt niet omdat de koffiebonen worden uitgepoept door katten. Nee joh, deze... Het was weer een blooper. Miljoenen jaren geleden is dit eiland ontstaan door vulkanisch magma. Het was toen vooral bergachtig, maar door de weersinvloeden is het tegenwoordig vlak. En dit zijn de laatste twee bergen. Ah.